Of bra. Goedemorgen bij deze nieuwe weekvlog, bij deze maandagmorgen. De kindjes gaan lekker tandenpoetsen, want dan kunnen ze naar school. Yay! Lekker naar school. Dan worden ze een hele brave pup. Ik ga Boris lekker naar buiten doen. Nee! Tuurlijk wel. Het is vandaag dus maandag, er staan twee laptops die staan hier een update te doen. Mijn update was bijna rond, maar hij had dus niet genoeg vrije ruimte. Om hem alsnog uit te gaan voeren, zo zeg maar, om het echt uit te voeren. Dus moest ik weer opnieuw updaten. We hopen dat ik nu wel genoeg ruimte heb, want had ik zo'n 30 gigabyte nodig. Ik dacht, superveel. Boris, je kom eens hier. Jongens, gaan jullie je tanden poetsen? Kom maar, Boris. Kom hier dan, papi. Kom hier, papi. Jij wil geen tanden poetsen. Oh, snel. Oké. Okay. Nou, dan kan je je tas inpakken. Let's go. Buiten. En zo was het gewoon alweer. 10 over 5. Wil je foto's kan maken? Ja, bij de foto's die gemaakt zijn. Oh, je foto's van mij niet gemaakt zijn. Oh, de lead of file, dat maar even niet. Wil je hier zo gewoon? Van je kopjes. Oké, dit is nu al bijna na 10:05 nog maar. En ik heb de kinderen opgehaald. En we gaan lekker koken. Dit zijn echt de dagen dat je in het donker eens weggaat. En dat het al bijna donker is op het moment dat je thuis komt. So much fun. Boris, is het donker? Ja. Kan je niet zo goed zien? Kan je niet zo goed zien? Nee. Moet hem even een lampje geven. Dat lampje. Ja, wacht even. We zullen het even met de telefoon doen, want ik ben mijn camera vergeten. Maar wat gaan wij nu doen? Zwemlessen. Zwemlessen. Wie gaat zwemlessen? Want we hebben zoveel kindjes die zwemmen moeten. Heb je er een beetje zin in? Ja. Ga je goed je best doen? Ja. Heb jij er ook een beetje zin in? Ja. Goed zo. We zijn lekker op tijd. Gaan we eens eventjes kijken daar. Ja. Ik ga er nog luimen af. Ik kan ook nog even. Kunnen we even een paar keer nog luimen af. Ik geef 15.000 duimpjes op deze video. Hoe bedoel je? Ik kijk naar de belly gaas. Yeah, let's go. Goedemorgen, welkom bij deze woensdagmorgen. Het was natuurlijk gisteren tijd om mijn schoentje te zetten. En het is 7 uur geweest. En ze zijn nog niet beneden. Ik ben super trots op ze. Zullen we ze even gewakker maken voor het dan kijken? Het is goed, ze moet lopen nog wakker zijn. Was je nou je zus aan het helpen met aankleden? Goedemorgen. Was je je zus nou aan het helpen met aankleden? Hij heeft ook al de gordijnen gedaan in de bedje. Hier moest je dat tikken. Ja. En we gaan kijken waarom het erin ons goed zit. Ja, en ik had gezegd, je kunt er vast beneden kijken. Mensen allebei zijn aangekleed. Die ging je er helpen. Oh. Life is a winding road. Ik denk ik kan hoor. No telling where it goes. Driving through days and nights. Zo. Groot cadeau en dat de schoenen zijn voor dan. Echt waar?
Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Borisje, dit doet toch zeer om zo te zitten, vent? Hij is niks aan het wachten op een kaarsje, maar die krijg je nu niet, schat. We gaan met mama mee, kom, we gaan wandelen, kom. Kom, we gaan wandelen. Kom maar. Je krijgt... Goedemorgen, welkom bij deze donderdagmorgen. Ik heb echt niet goed geblend. Oké, maar anyway. Dus is vandaag deze vakantie. Ik heb het met een ander kwastje gedaan, zeker. Anyway. Dus vandaag is het donderdag. En het is precies 8:30. Ik heb namelijk die kinderen afgezet. En je mag ze tegenwoordig met hem afzetten en toen kom ik doorrijden. Dus we staan nu bij de carpoolplaats. Omdat ik dus eigenlijk door wil rijden naar de IKEA. Dat kan ik zeggen, want deze vlog komt pas uit op Pascal's verjaardag. Want ik ga dus naar de IKEA voor Pascal's een cadeau. Want wij hebben nog steeds de tafeltjes. Het is echt zo'n heel mini klein opklap houten tafeltje aan allebei de kanten van ons bed staan. Met een zilveren schaal erop. Ik geloof. Dus ze komen sowieso uit Pascal's huis, want ik zou zoiets nog niet uitzoeken. En hij had ze daar al als nachtkastje. En van wat ik begrepen heb, heeft zijn ex die uitgezocht. En ik vind het sowieso is niet mijn smaak. Dat Pascal's smaak nog eens is prima. Maar ik vind het ook heel onhandig. Want het is inderdaad zo'n opklaptafeltje. Soort van, als je dat ook maar met je teen aanraakt, dan klap heel veel dingen in elkaar. Dan valt alles van je nachtkastje af. Plus dat het heel rommelig tot het uitziet. Dus ik had bedacht, ik ga nachtkastjes halen. Of bestellen. Ik wou het eerst doen die bij ons bed horen, want we hebben een Swiss Sense bed. Maar we hebben een bed dat een limited edition 20 jaar jubileumachtig iets was. Of in ieder geval het was een jubileumbed. Dus ze verkopen die nachtkastje nog wel, maar of de stof daarvan. Maar het enige nachtkastje dat er echt officieel bij hoort, vind ik niet mooi, want het heeft geen laadje. Ik zat even een fotootje bij hem. En toen dacht ik, dan doe ik een ander soort. Maar eigenlijk hebben ze allemaal een beetje, die wel een laadje hebben, een bepaalde ronding erin. Dus dat vind ik dan eigenlijk ook niet mooi. Dus dacht ik doe gewoon bij IKEA bestellen. En bedacht ik me 2 weken geleden. En toen kon ik het alleen maar binnen, zeg maar, je kan alleen maar binnen een paar dagen of laten ophalen of bezorgen. Dus dacht, oh, dan moet ik nu even kijken. Dat heb ik gisteren gedaan. En toen kon ik het alleen nog maar maandag of woensdag laten bestellen volgende week. En maandag ben ik best wel veel aan het heen en weer rijden tussen logopedie van mezelf. Dat ik ook naar de orto moet en ik heb een avonddienst, dus dat schiet gewoon echt niet op. En woensdag heb ik een ochtenddienst en is Pascal ook al jarig, dus als het dan pas later komt, dan kan ik het niet meer in elkaar zetten. Dus ik dacht, in plaats van dat ik het bezorg, haal ik het wel even op. Dus ongeveer net zoveel denk ik, want het bezorg kost 45 euro en ik denk dat ik voor 45 euro makkelijk in de week kan rijden. Het is alleen dat ik een hele ochtend bezig ben. Anywho, lang verhaal, dus daar wil ik naartoe gaan. Maar ik reed het dorp uit en dacht ik, ja, het is wel donderdag vandaag, hè. En ik weet nou niet meer of dat loopt in zijn gymschoenen. Hij is sowieso zijn gymschoenen niet mee. Maar als hij ze vandaag nodig heeft, weet ik dus niet. En vorige keer heeft hij mij netjes geappt, zodat ik dan nog even om moest. Want ja, ik kan pas bij de IKEA tussen 10 en 12. Dus ik was van plan om er iets voor 10 te zijn. Ik denk dat ik misschien wel in de file heb de heenweg. Maar dan ben ik sowieso op tijd terug om die kinderen op te halen. Als het druk is bij de IKEA met ophalen, I don't know. Maar ja, nu vraag ik me dus af. Gaan ze sporten vandaag? Anders moet ik nog even op en neer rijden. En de manier, zeg maar, waarop ik gelokaliseerd ben met mijn huis. En ten opzichte van de school. Als ik nu richting de IKEA ga rijden om te wachten tot de juf een berichtje stuurt binnen nu in een kwartier. Dan kan ik na dat kwartier kan ik eigenlijk de weg niet meer af. Dan is het eigenlijk gewoon immigraat de oudste 20 kilometer. Het is eigenlijk überhaupt gewoon. En dan moet ik helemaal weer terug. En mijn huis is aan de andere kant nog van school. Vergeleken met de IKEA. Dus... Oh. Het wordt gewoon een heel ding. Dus ik denk wat ik even ga doen. Dus ik ga gewoon heel even wachten. Ik ben toch ruim op tijd. Als ik continu daar wil zijn.
Dan ga ik even kijken of dat de juf van Lo mijn berichtje stuurt. Want het vervelende is dus dat ze op een of andere manier nu om de week maar geen les hebben. Op een donderdag. En dan vergeet ik altijd welke week het is. Überhaupt zit er dan niet in routine in voor mij. Niet genoeg. Plus dat vorige keer dacht ik, oh, dan heb je vandaag gymlessen. Zij loken, nee, het gaat niet door. Toen zei ik, oh nee, vergeet je je gymschoenen niet mee. Zei, nee, het gaat vandaag niet door. En hij heeft niks meer over dat hij zijn gymschoenen moest meenemen. Niet dat dat iets is voor hem om te onthouden. Oké, okay, status update. Ik ben wel langs huis gereden voor lopen zijn gymschoenen. Maar ik heb niet mijn vlek bijgewerkt. Pinky paddles. Maar ik was wel heel blij dat ik het even gedaan heb. Want ik bracht het de school in en ik hing het aan zijn kapstokje. En ik zag dat alle kindjes... Alle kindjes, denk ik, voor zover ik dat kan zien, inderdaad gewoon zo'n tasje mee hadden met schoenen. Dus hij heeft niet meer om hoeven vragen en ik denk dat als hij heeft me ook niet gezien. Die heeft wel, maar goed. Hij heeft me niet gezien, dus ik hoop dat hij dan straks mag gaan gamen, dat hij dan toch zijn schimmel ziet. Oh, gelukkig, ik had het toch wel. Zo so cute. Anyhow, het is nu kwart over negen. Nee, 10 over 9, dat heeft getankt. En ga even de navigatie aanzetten, want ik weet ongeveer hoe ik moet rijden, maar dat betreft ben ik ook soms net een kip zonder kop. Bewijst ook wel weer dat ik de gymschoenen van mijn kind was vergeten, terwijl ik gisteren de gewone schoen van mijn dochter was vergeten. Ach ja, ze hebben allemaal last van toch. Ik heb het alleen wat vaker. Ik denk dat het echt komt omdat ik gewoon minder in een structuur zit. En ik moet echt eens even kijken of ik gewoon eventjes vitamine, wat is dat, vitamine omega, omega 3 en 6? En vitamine D wat vaker kan slikken ofzo. Want ik merk echt wel dat het moeilijk wordt om dingen te onthouden. Anyhow, ik ga rijden. Hoe laat is het dat ik er ben? Laat ben ik er? Kwart over 10. Dus nou, ik moest tussen 10 en 12 aanwezig zijn. Komt goed. Let's do this. Heb ik wel, ja, dingen mee. Ik moest ook legitimatiebewijs meenemen. Dat heb ik meegenomen. Ja, misschien handig geweest zodat dat gecheckt voordat ik weer van huis af ging. Ik ga rijden. Tot zo. Eerlijk is eerlijk, dat was echt super pijnloos. Ik moest even zoeken waar ik moest wezen, want de slagboom was dicht. Maar je moest er dus omheen rijden op een of andere manier. En vervolgens moet je eigenlijk alleen maar jezelf melden. Het is gewoon buiten op de, midden, te veel overdekt. Hoe zeg je dat? De eerste verdieping van de parkeerplaats. Ik vind het helemaal leeg. En het enige wat je doet, is je meldt jezelf. Je geeft de laatste 3 cijfers, of 4 cijfers van je bestelling. En je krijgt een wagentje met zetten op. Super fucking pijnloos. Ik had echt niet gedacht dat het zo makkelijk zou zijn. Maar ik ben super blij. Dus ik kwam weer naar huis. Ik ben letterlijk hier 5 minuten geweest. Super blij mee. Ik was echt gewoon aan het rijden staan of iets. Maar niks van dat alles. Nice. Kan ik weer verder luisteren naar David Attenborough. Zo, de kindjes zijn weer terug van weg geweest. Dit mopje zit beneden. Logan is naar boven gevlucht. Maar dat geeft helemaal niks. Want Logan was heel erg... Vergeet. Ja. Die wou met Lennox spelen. Maar het bloedje van Lennox... En dan was het niet dat je, ik schrok van jou als je, dat je de lode gordel zo hoort. Nee, dat schrok ik van jou. Ja, Logan die was niet in de right mood. Die wou met de vriendjes spelen, dat ging niet. En vervolgens ging hij heel erg ook wel huilen en sikneuren. En dat is natuurlijk allemaal prima en dat mag ook. Maar toen kwamen we terug thuis en toen deed hij zijn riem af. En dat deed hij zo hard dat de riem tegen mijn raam aankwam. Heel hard, ik echt wel drama zeker. En ik geloof dat we jou weer zitten. Ja, dus ik ben helemaal gek geworden. Dat doen we niet, hè. Je mag best verdrietig zijn, je mag boos zijn. Je mag teleurgesteld zijn. Maar we gaan niet dingen kapot proberen te maken. Nee, want anders kan je dat niet meer kopen als je zo verdrietig bent. Nee, precies. Dus dat is niet heel handig. Nee. Dus toen zei ik ook, vind ik niet normaal. Dat als jij boos bent, dat je mijn spullen kapot gaat maken. Nee, nou, dan doe ik nooit je gestuurlijk maken. Maar goed, Logan en ik hebben het uitgesproken. En Logan die was nog een beetje verdrietig, dus die vroeg wat hij dan gewoon even... En ik kan vandaag zwemmen. Jij mag zo weer zwemmen, hè? Er zit iets in je haar. Oh, het is wel weer uit. Oké, maar wat gaan we eerst doen? Nagellakken. Nagellakken. Ik wil graag nagellakken.
Logan wil ook. Kijk, trouwens, ik heb hem echt van mijn hoofd. Ja, maar die kan ik wel even weg gaan wachten. Ja, ik weet het nog. It's so pretty, I love it. Oh. I love it. Nou, even wachten dat hij goed droog is. Heel voorzichtig doen dat het nergens aankomt. Zo, het is 4:15, we moeten zo naar zwemles. Brukje, wat is zo daar? Is al helemaal aangekleed. Yay, woe. En space buns, zo cute. Kijk eens hoe cute je eruit ziet, hoe je hoofd zegt. Zie je dat? Cute. Oké, bij. Mijn voor andere schotel staat al zo goed als klaar. Ik heb zelfs een briefje bijgelegd. Ik heb zelfs een briefje bijgelegd voor Pascal, wat hij ermee moet doen. Namelijk er kaas over strooien. De oven even aanzetten. Op 250 graden. En als ik een app, dan kan ik erin zetten. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik ga zelf even iets anders doen, want dit is een hele lekkere warme trui. Maar bij zo'n is het niet harder. Het is nou warm. Het is een donderdag. Wil jij ook een shirt aan? In plaats van een trui naar zwemles? Nee, oké. Ik heb toch een hemd aan. Dus wij kunnen lekker weg. Zullen we daar even snel snack eten? Overigens, ik leid op zich wat ermee, zo snel kijk. Ik ga het vanavond zo aanpassen. Ik heb er niet zoveel zin en tijd voor. Boris, niet dansen met Brooke. Dankjewel, Boris. Boris, laten we maar even binnen, want zo mooi weer is er niet, event. Nee. Oh, oké. Dus nou ja, Brooke gaat lekker zwemmen en dan gaan we daar lekker eten. Nou, oor. Zo zielig voor mij. Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you came around, I've never been so. Oeh, kijk eens, dit is nog eens lekker thuiskomen. Zou het lekker zijn? Hallo, welkom bij deze. Het is vandaag voor de dag, Brooke? Vrijdag. Het is al 12:30 bijna. Brooke is al uit school. Maar ja, het vliegt ook echt voorbij. Ik heb net heel hard om Brooke moeten lachen. Wil je zelf vertellen waarom ik om jou moest lachen? Nee. Nee, was wel grappig, hè? Ik vroeg aan haar, hoeveel boterhammen wil je? En toen zei ze, mocht niet vertellen. Ik vond het een heel leuk grapje. Nee, ik wil niet zelf vertellen. Nee. Waarom niet? Gewoon. Ik vond het zo grappig, ik wil het delen. Nee. Nou, dan vertel ik het niet. Ik wil dat niet. Nee, het hoeft ook niet. Maar goed, we gaan dus zo lekker boterhammetje eten. En daarna gaan we weer waarschijnlijk hem lopen. Oh ja, ik moet nog even laken op jouw telefoon zetten. Op je telefoon, op je tablet. Ja, want mama vergeet een heleboel dingen, hè? Ja. Dat was ik vergeten. Nou had ik er gisteravond vandaag gedaan, lag de laptop naast je. Dus dat kon niet, want je lag al op bed. Loep is echt zo'n grote foto. Dit is een vriendelijkje te kijken. Van Daan zeker? Nee, van Logan. Dat is niet een vriendelijkje van Logan. Logan mocht er inschrijven. Met Daan staat er ook op. Zie je het vandaan? Ik was vanochtend vergeten mee eens tassen doen, dus Daan is hem helaas niet voor het weekend terug. Sorry, Daan. Dus ja, ik ga eventjes boterham maken. Even laat ik hem even doen, dan kunnen we het allemaal door. Logan is nu ook terug, echt nog maar net. En we moeten zo weer weg naar mijn vader. Maar kijk eens wat er is binnengekomen. Het doet wel pijn. Doet hij pijn? Volgens mij heb je hem ook ondersteboven. Laat me eens kijken. Nee, je hebt hem wel goed op. Zit hij iets te strak? Veel te strak. Moet ik hem iets losser maken? Veel te lekker. Nou, volgens mij zit hij helemaal niet zo strak. Volgens mij valt het echt wel mee. Ah ja, dat valt echt reuze mee. Moet je kijken. Ja, het doet pijn aan mijn oog. Ai. Nou, we zullen hem de volgende keer eens even goed afzetten. Oh. Afstellen. Een ding mag ook wat kosten. Ik geloof dat het €20 was of zo. Echt een Speedo duikbril. Dus goed, is hij ook helemaal. Speedo. Is ook helemaal zeg maar ontglazen, hoe zeg je dat? Zitten ontspiegelende glazen in. En met extra white vision, I don't know. Paranormale visie. Paranormale? Paranormale. Panorama, dank u wel. Dus ja, ik ben even een boekje aan het schrijven voor mijn vader en dan ga ik omkleden. Want zodra wij weg moeten, of de kinderen weg zijn, ga ik gelijk door naar mijn werk.
En ik heb al gekeken wat voor dienst. Ik weet wel wat voor dienst ik heb, maar gewoon gekeken van goh, dat er andere cliënten nu bij zijn. En dat zijn er niet. En ik zei net tegen Pascal, want die belde even. Dus die ga ik niet zien, die is nu al onderweg. En die zei van, en hoe is het vandaag met jou? Een beetje bijkletsen. Ik zit echt in mijn transitie moment. Maar ja, ik werk nu eigenlijk gewoon 10 dagen op mijn eigen routine. Gewoon, ja, een beetje keutelen, een beetje administratie, een beetje YouTube, een beetje bloggen. Allemaal gewoon maar op mijn eigen tempo en wanneer ik daar eigenlijk zin in heb. Als ik die dag geen zin in het edit, doe ik het niet. Heb ik die dag wel zin om iets, doe ik het wel. Ik zit natuurlijk wel een klein beetje een soort van moeten aan, maar voor mezelf. Maar niet zozeer, het is wel anders als ik voor een baas werk. Ik heb echt zoiets van, oh, ik heb vanavond weer dienst en zo geen zin in. Ik heb geen zin om te werken. Het is echt weer, als je dan 10 dagen lang zo in je eigen ritme zit en je moet in één keer in het ritme van iemand anders. En ik weet zeker, morgenmiddag vind ik het weer helemaal prima. Ik heb vanavond avonddienst en morgenochtenddienst en morgen ben ik, oh joh, morgen ben ik vrij. En maandag en dinsdag heb ik avonddienst en woensdag dan weer in de ochtend en oh joh, dan is het weer voorbij. Dan zit ik weer een beetje in die flow. Maar toch had ik echt zoiets van, ik moest me, ze hebben gevraagd voor mijn beschikbaarheid van januari. En toen had ik eigenlijk echt zoiets van, die vrijdagavond ga ik dus niet meer doen, want die vind ik echt wel killing. Dat je en vrijdagavond de late dienst hebt, dan ben je echt pas om 11 uur thuis. En de ochtend sta je weer om 7 uur bij de volgende. En het is natuurlijk gelijk door vanaf Logan en Brook. Vind ik ook moeilijk. Tenminste, ik vind het niet zo moeilijk, maar officieel moet ik nu ongeveer een kwartier bij de eerste zijn. En ik ga wel even een kwartier weg voor Logan en Brook. Omdat die route verlengd is. Niet dat het nodig is, want de reistijd zit 2,5 uur reistijd in heel die route. Terwijl het allebei de keren misschien maar een kwartier is. Dus je houdt het echt wel in. Maar het laatste mag je niet voor 10 uur. En heel verhaal. Dus, ik ben gewoon een beetje uit mijn doel. Dat ik denk, ik heb hier geen zin in. Maar ja, ik moet nog wel even werken. Dus ja, ik moet toch centjes verdienen, jongens. Ja. Ik kan het beter dan onze kinderen bij je vader zijn. Ik ga een boekje afmaken en dan ga ik mijn tas inpakken en me omkleden en doen. Hey, ik ben deze video nu aan het editen en ik zie dat ik echt een compleet random einde heb. Als in, gewoon geen einde. En ik dacht, ik zal eventjes laten weten dat dit het einde is van de video. Ik lig as you speak currently in bed te editen. Kinderen zijn of buiten of lekker aan het spelen. Dus ik had er even tijd voor. Ik loop een beetje achter op video's, maar ik probeer het deze week allemaal in te halen. Dus stay tuned. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als was het deze video, dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Doei!